Het Korps Politie Suriname vervult een belangrijke taak als het gaat om de ordehandhaving in ons land. Ook met het oog op het tegengaan van het verder oprukken van het COVID-19-virus heeft de politie een belangrijke rol te vervullen. Minister Kenneth Amoksi gaat nader in op deze kwestie. Bij de overname van de regering, van de regeermacht, moest continuïteit van beleid gegarandeerd zijn. De regering Santokki-Brunswijk heeft vanaf de overname van de regeermacht moeten inspelen op de situatie zoals die er was. En op dat moment zou dus dan de COVID-wetgeving wet van de vorige regering vervallen. En we moesten dus dan weer de wetgeving in place hebben. En daarna de andere ondersteunende maatregelen. De wet is aangenomen en de ondersteunende maatregelen, staatsbesluiten, een presidentieel besluit, die zijn allemaal in place. Ik kan ook hier noemen een boetelijst. En op grond van dit kader heeft dus dan de politie instructies gekregen. Vooraf en nu nog treedt de politie op, ook op grond van overtredingen gegeven in de wet diensthandvest voor de politie. Maar daarnaast heb je ook nog andere wetgeving, bijvoorbeeld betrekking hebbende op rijwet, andere wetgeving die allemaal toepasbaar zijn in het verkeer. En de politie heeft dus dan ook op basis van deze wetten opgetreden. In het begin is het zo dat er vermanend werd opgetreden. Die situatie hebben we zeker 2 weken gehad. Waarom? Omdat de wet, dus er moest een overgang zijn. En op die manier werd het dus dan aangepakt. Maar nu hebben we dus de wet. En tegelijkertijd zagen we ook dat het aantal COVID-besmettingen toenam. Dus we konden dus dan niet doorgaan met vermanend optreden. Tegelijkertijd liep ook het project Dringidresiwaktisiki. En dat loopt ook nog. Maar voor ons hier in de stad en eigenlijk landelijk, want de politie in elke regio is bezig hiermee, geldt nu dat de wetten worden toegepast. Dus en de verkeerswetgeving van gewone overtredingen en de COVID-wetgeving wordt nu toegepast. Dus er mag verwacht worden dat de politie nu dus ook sterker zal optreden, of harder zal optreden tegen overtreders. Er werd voorheen vermanend opgetreden. Zullen mensen waar nodig ook misschien meegenomen worden nu? Zullen dat meer merken dat mensen naar het politiebureau zullen worden afgevoerd? Ja, laat me dit aangeven. Vanaf het begin dat we hebben besloten dat we dat vermanend optreden gaan loslaten, heeft de politie dus inderdaad mensen overgebracht. De mensen die nu aan staande worden gehouden en worden overgebracht, worden allemaal gebracht naar de politieacademie. En wanneer je daar bent, word je dan vanaf het tijdstip dat je wordt overgebracht tot 5 uur, geeft de wet aan, word je opgehouden daar zo. Ik meen nog te weten dat de eerste dag van dit optreden zeker een 6-tal mannen zo hebben geageerd. En zij zijn toen overgebracht naar het politiecellenhuis van Keizersraad. Dus daar wordt er strenger opgetreden. Want daar is echt een gevangenis. En die mannen zijn dus dan inderdaad daar opgehouden geworden. En ze zijn tot 5 uur daar gebleven. Dus wat ik zeg, het optreden is strakker, strenger. En in die zin dat je bij de COVID-wet overtreding is het systeem, net als bij snelrecht,
bij verkeersovertredingen. Je wordt bekeurd. Tegelijkertijd met die bekeuring krijg je een dagvaarding. Dat wil zeggen dat je voor de rechter moet verschijnen. Je zal inderdaad voor de rechter verschijnen. Er is een rechter aangewezen om deze cases af te doen. Wanneer je wordt gevonnist, is het een boete die je moet betalen. Als je niet in staat bent of die boete niet wil betalen, ga je in hechtenis worden genomen. 2 weken, een maand, ten hoogste 6 maanden. Dat is de straf op de overtreding. Geldt dat dus voor iedereen die COVID-wet overtreedt? Dus als iemand bijvoorbeeld gedurende de lockdownperiode of na 8 uur 's avonds zich over de openbare weg begeeft zonder toestemming? Kijk, er zijn mensen die een pasje hebben. Ze zijn gecategoriseerd onder essentiële diensten. Dus die mensen, het zijn fabrieken, bakkerijen, weet je, gezondheidswerkers en dergelijke. Zij hebben ontheffing, om het zo te brengen. Maar elke andere burger, als je die overtreding begaat, dan ga je inderdaad bekeurd worden, je gaat beboet worden, je gaat gedagvaard worden en je kan voor de rechter komen. Dus dat is sowieso. En gisteren hebben we een persconferentie gehad waarbij de president strengere maatregelen heeft aangekondigd. Onder andere, zaterdag aanstaande is er een totale lockdown. Vanaf vrijdag 8 uur 's avonds tot zondag 5 uur in de ochtend is er een totale lockdown. Dat wil zeggen dat we niemand op straat willen zien. En we doen dit niet om mensen onaangenaam te zijn. Maar de laatste dagen zijn de besmettingen schrikbarend toegenomen. Nogmaals, het is niet om mensen onaangenaam te zijn. Maar onze gezondheidssituatie wordt nu bedreigd. Ik wil het nogmaals benadrukken. Onze gezondheidssituatie ziet er nu niet goed uit. Minister, vanuit bepaalde hoeken wordt ook soms gevraagd, is er voldoende rekening gehouden in de planning en ook bij de uitvoering als het gaat om PPE-materiaal voor de politie die het werk moet uitvoeren? Ja, laat me dit ervan zeggen. De diensten die belast zijn met de bestrijding van de COVID, van het virus, onder andere voor de handhaving is dat de politie. We zijn genoegzaam geëquipt om dit aan te kunnen. Ten aanzien van PPE, we worden voorzien vanuit het ministerie van Volksgezondheid, de BOG. Dus zij hebben in voorraad, want ze hebben door de tijd heen zijn er schenkingen geweest van bevriende naties, van hulporganisaties. We hebben ook een grote schenking die een van deze dagen binnen moet komen. Dat is van de CARICOM-organisatie die belast is met rampenbestrijding. En zij hebben een grote donatie ontvangen. En een van deze dagen moet dat binnenkomen. Dus wat dat betreft worden diensten wel voorzien. Minister, hebt u misschien een boodschap voor de mensen die nog boodschappen moeten halen? We zijn nog een paar uren of misschien een dag verwijderd van de lockdown die vrijdag ingaat. Want het is bekend dat wij Surinamers heel vaak tot op het laatste moment wachten. Misschien hebt u een oproep te doen naar die samenleving toe om niet te wachten tot op het laatste moment. Kijk, toen deze hele pandemie begon, ik breng je terug naar maart, heb je ook een rush gezien. Op de supermarkten, winkels, noem maar op. En wat is er toen gebeurd? De prijzen zijn gaan stijgen en dergelijke. En achteraf zie je van, het was helemaal niet nodig. Weet je, ga naar de winkel, koop wat je nodig hebt om bijvoorbeeld 1 dag, 2 dagen door te komen. Zondag zijn we weer terug naar de normale lockdown bepalingen. Maar ik wil de mensen oproepen om niet in paniek te raken. Dat is heel belangrijk. Niet in paniek raken. Gewoon naar de vrijdag. Vandaag vrijdag. Ga naar de winkel. Koop wat je nodig hebt. Ga niet spullen voor 2 weken inkopen. Dat is niet nodig.
Zondag is het weer een normale dag tussen aanhalingstekens. En dan gaan we evalueren maandag, dinsdag, om te kijken welke richting het op wil gaan. En dat hangt af van het gedrag van het publiek. Minister, tot slot, voor de samenleving, zodat ieder dat weet. De lockdown die het komend weekend ingaat, is het voor het hele land bedoeld? De lockdown die is aangekondigd door de president, is landelijk. Elk district, overal, geheel Suriname is die lockdown bedoeld. Het is niet alleen voor Paramaribo. Ik hoop dat ik hiermee de mensen genoegzaam heb geïnformeerd. En ik wil u oproepen, houd u zich aan de regels. Het is niet om u onaangenaam te zijn, maar het is voor onze veiligheid en gezondheid. Dank u wel.